Ik ben ontwerper en ik ontwerp samenkomst van mensen, omdat ik ervan overtuigd ben dat deze maatschappij meer nog dan op aardolie draait op ontmoetingen tussen mensen. Mijn opdrachtgevers zijn meestal gemeentes, woningcoöperaties of culturele stichtingen, creatieve instellingen. Van oké, wat is de context, wat is het verhaal, wat is het thema, hoeveel mensen komen er, wat is de plek, wat is de ruimte, hoe wil ik ze aantrekken, wat zijn normaal gesproken de richtlijnen van zo'n evenement, omdat die vaak standaard zijn en leiden aan een soort van ritueelmoeheid. Dus dan ga ik heel specifiek denken, wat vinden die mensen leuk om te ervaren voor dat moment? En dan ga ik daarmee aan de slag. Ondanks dat mijn projecten vaak een ervaring zijn en het eigenlijk een belediging is aan mijn project dat ik enkel wat fragmenten kan laten zien, zal ik toch proberen in dit filmpje wat beelden te tonen. Eigenlijk is de klimrektent wel het beste voorbeeld van het ontwerpen van een samenkomst, spontaan. En eigenlijk van een niet-plek een wel-plek maken. In een achterstandswijk in Eindhoven. Een bestaand klimrek, de paal met de touwen, een soort spinnenweb. Daar heb ik een nomadentent van gemaakt door met folie dat helemaal te gaan bedekken. Kleine clipjes waarmee je bezemstelen vastmaakt aan de muur, heb ik het zelf vast kunnen klikken aan het touw. En zo ontstond daar een tent. En toen kwamen er spontaan allemaal Marokkaanse, Turkse, Koerdische, Iraakse jongens naar mijn tent toe. Want die waren aan het voetballen en die vroegen of ze daarin mochten gaan chillen. En zo hebben we heel de avond daar gezeten. Sterker nog, toen ik zei dat ik eigenlijk moest stoppen omdat ik heel de dag niet gegeten had, ik had de tent gebouwd. Ik zei van ja, ik moet er vandoor jongens. Toen zeiden ze, nee, weet je wat, we blijven hier. Ik ga wel een pizza halen bij mijn vaders restaurant hier om de hoek. Die heeft een Turkse pizzazaak. En een andere jongen die haalde wat bier. En zo hebben we heel de avond daar gezeten. Mensen brachten kaarsen. En nou goed. En zo ontstond er een geweldige mooie samenkomst. En om 12 uur hielpen ze mij weer mee afbouwen. En zo was dat een tijdelijke ontmoeting voor mij. Oké, wat heb je dan? Architecten, borrel, uitreiking moment. Oké, en dat moest allemaal om het thema mobiliteit. Ik heb een jazzband optreden en heb ik de hele ruimte ingericht op een manier dat die intiemer aanvoelde in een heel groot gebouw. Verder heb ik bij die uitreiking, omdat het om mobiliteit ging, heb ik een fietscourier laten bezorgen en dat wist niemand. De prijs was er niet. De uitreiker die zei van waar is de prijs eigenlijk? En op dat moment kwam er een echte fietscourier het podium op, helemaal in pak. Staantafels en rolnootjes vind ik altijd een beetje saai. En toen dacht ik van nou, is het niet leuk om op een of andere manier het proostmoment, want bij een viering heb je een proostmoment nodig en champagne, om dat vast te leggen in de tafel. De obers kwamen, de mensen mochten zelf de fles ontkurken, inschenken en je krijgt het glas er niet uit. Dus wat je moet doen, naar het midden glijden en zo komen alle glazen tegen elkaar aan en heb je een proost. Dus zo creëer ik eigenlijk een samenkomst voor architecten met de gegeven context dat het een uitreiking was omtrent het thema mobiliteit. Dat ik in Hongarije eigenlijk een project voor ogen had, maar dat vanuit externe factoren en communicatieproblemen het materiaal niet bewaard is gebleven wat ik nodig had om het project uit te voeren. Wat ik nog wel heb kunnen doen, is een deel van dat materiaal nog kunnen vergaren. En daar heb ik dit andere project mee gedaan. En dat is het project waarbij ik dus van die omsnoeringsbanden om de stenen te verpakken van het plein, daarvan heb ik picknickkleedjes eigenlijk geweven. En dat was de aanleiding om te zeggen, nou dan wil ik van die picknickkleedjes, daar wil ik een lunch mee creëren, een luxe lunch voor de straatmakers van het plein in Page, het hoofdplein in Page. Dus ik heb ze uitgenodigd om naar een galerie te komen aan het plein, ze daar een lezing geven over mijn eigen project. En toen heb ik ze uitgenodigd om
te komen lunchen aan de tafels met de picknickkleedjes die ik voor ze gemaakt had. Dus eigenlijk heb ik hun materiaal, de omsnoeringbanden, gebruikt om ze weer uit te nodigen op een lunch voor hen. En zo hebben ze een uur met mij daar gespendeerd en ze kregen broodjes met asperges en dan en wortelsoep en fruit. En aan het einde gaven ze me allemaal een hand, bedankten ze me en gingen ze weer aan het werk aan het plein. We'll be right back.